zoals gezegd, ik zal een hele korte inleiding geven op Blue Monday en de goede voornemens die voor ons allemaal mislukt zijn. Nou, dat valt wel mee. Blue Monday wordt gezien als de meest deprimerende dag van het jaar en dat is allemaal gebaseerd op deze formule. Probeer hem niet te begrijpen, want het is een behoorlijke onzinformule. Het is een Britse wetenschapper, Cliff Arnell. Ik had het niet eerder van het woord, maar die heeft deze formule in 2005 ontwikkeld. En daar zitten een aantal factoren in, zoals al gezegd, het weer, de schuldenlast op dat moment in het jaar, de tijd sinds Kerstmis, et cetera, et cetera. Maar bijvoorbeeld ook de tijd dat men beseft van de goede voornemens die ik op 1 januari heb genomen, die zijn niet uitgekomen. Nou, het blijkt dat deze formule, die in de wetenschap al heel veel kritiek kreeg, dat die in samenwerking is verzonnen met de reiswereld, met de reisorganisaties. En in 2005 is het dus in het... is Blue Monday een officiële dag geworden en sindsdien zit de media natuurlijk volop en is het een soort traditie geworden. Maar zoals gezegd, het komt natuurlijk niet helemaal zomaar uit de lucht vallen, Blauwe Maandag. Dat is wel een soort van basis om te denken dat dit nou niet de meest vrolijke tijd van het jaar is. En een van die redenen, los van het weer in Nederland in ieder geval, is dat, dat we ons inderdaad beseffen dat veel van de voornemens die we genomen hebben op 1 januari, wat een soort traditie is om dat te doen, maar daar kom ik ook later nog op terug, waarom zouden we dat eigenlijk op 1 januari doen? Het is helemaal geen goed moment om dat te doen. Dat die voornemens weer mislukt zijn en dat geeft een soort gevoel waarmee we niet blij zijn. Nou, waarom is het nou zo moeilijk om die voornemens die we nemen, om die intenties, die goede intenties die we hebben, om die om te zetten in gedrag en uiteindelijk ook dat uit te voeren wat we willen uitvoeren? Stoppen met roken, gezonder gaan eten, meer tijd besteden aan familie en gezin bijvoorbeeld, om maar een paar voorbeelden te noemen. Dat kan allemaal mislukken, dat zijn allemaal dingen die kunnen mislukken. Nou, een van de belangrijke redenen daarvoor zijn dat eigenlijk ons hele leven, zou je kunnen zeggen, bestaat uit routines en automatisme. Gedragswetenschappers beweren dat 90% van ons dagelijks bestaan bestaat uit routines en automatisme. Er zijn gewoon allerlei cues in onze omgeving die bepaalde routines in gang zetten. Hoe bent u vanochtend opgestaan? Wat bent u vervolgens gaan doen? Hoe bent u hier naar de universiteit gekomen? Wat deed u toen u de kamer binnenkwam, et cetera, et cetera. Het zijn gewoon allemaal routines waar we niet bij nadenken. En dat is, voor een groot deel is dat maar goed, dat we die routines hebben. Dat maakt ons leven aanzienlijk gemakkelijker en efficiënter. We zitten zo in elkaar en dat is niet voor niks. Tegelijkertijd geeft dat voor heel veel mensen het besef dat ons leven zo uit routines bestaat, geeft een soort... vervelend of naar gevoel met het idee dat we dus eigenlijk geen wilskracht hebben, dat we eigenlijk alles op de automatische piloot doen en dat we zelfs geen vrije wil zouden hebben. Voor een deel zou ik zeggen, is dat ook zo? En die routines en die automatismen, hoe het die precies uitzien, daar zijn gedragswetenschappers en neurowetenschappers met name ook, die zijn in de afgelopen jaren behoorlijk goed te weten gekomen hoe die routines eruit zien en al die programma's om goede intenties om te zetten in daadwerkelijk gedrag zijn gebaseerd op de wetenschap van routines. Daar komt het in feite op neer. Nou, wat ik vandaag wil laten zien, of waar ik het vandaag eigenlijk wil over hebben, en er werd al heel kort aan gerefereerd in de column op het einde, dat waar het daadwerkelijk op neerkomt, wat eigenlijk, en ook heel veel van die programma's volgens mij missen, je kunt wel heel veel weten over routines en hoe je routines moet doorbreken, maar waar het feitelijk op neerkomt, is dat we een bepaalde intentie hebben, een bepaald voornemen om een routine te veranderen, en dat we daar feitelijk gewoon wilskracht voor nodig hebben. We moeten onze impulsen, dat werd letterlijk gezegd,
onze impulsen weten te beheersen. En dat is feitelijk is dat wilskracht. We moeten wilskracht hebben om routines te doorbreken en goede voornemens om te zetten in daadwerkelijk gedrag. Wat wilskracht nou precies is, daar wil ik heel kort een filmpje over tonen, waarna we volgens mij door kunnen gaan naar de discussie. Wat in dit filmpje getoond wordt, en misschien sommigen van jullie kennen het, het is klassiek onderzoek in de psychologie en het is heel grappig om te zien, maar het heeft enorm veel impact gehad, dit onderzoek. U zult zo meteen een aantal kinderen zien. Die krijgen voor hun neus op tafel een hele lekkere marshmallow. Die vinden ze allemaal fantastisch. En wat is de impuls? Die marshmallow pakken en zo snel mogelijk naar binnen schokken. Echter, de kinderen krijgen de opdracht, of in ieder geval het voorstel. Je kunt die marshmallow direct pakken, maar je kunt ook 10 minuten wachten en dan krijgen er 2. Dus dan is de beloning groter. Dus wat feiten die kinderen moeten doen om die grotere beloning te krijgen, is die ene marshmallow laten liggen. Dat is wat een goed voornemen ook heel vaak eigenlijk inhoudt. Iets niet doen wat je onmiddellijk wel wilt hebben. En dat vergt wilskracht om dat niet te doen. En u ziet hier, nou ja, hoe die kinderen daarmee mee omgaan. Alright, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? Stay in the chair, okay? Okay. Nou, dus heel grappig om te zien, maar u ziet, het kost die kinderen echt moeite, wilskracht om dat ding niet direct te eten en wachten op de grotere beloning die ze 10 minuten later kunnen krijgen. Nou, dit onderzoek is in de jaren 80, jaren 90 veel gedaan. En wat blijkt, er zitten enorme individuele verschillen tussen de kinderen die dat wel kunnen en die dat niet kunnen. En het blijkt uit onderzoek dat de kinderen die dat wel kunnen, die zijn op 5-jarige leeftijd bijvoorbeeld, die zijn 10 jaar later en ook 20 jaar later veel succesvoller in het leven. Zijn daadwerkelijk de kinderen die wilskracht hebben om de intenties niet pakken om te zetten in daadwerkelijk gedrag. Die hebben betere schoolprestaties, ze kunnen beter met tegenslagen omgaan op latere leeftijd. Ze hebben ook betere relaties, dat met name misschien zelfs wel. Op allerlei vlakken zijn ze succesvoller. En ik zou ook zeggen, deze kinderen zullen vast ook succesvoller zijn in het realiseren van hun goede voornemens. Als ze die nemen op 1 januari. Mocht het nou niet gelukt zijn, de goede voornemens van afgelopen jaar, die u op 1 januari genomen heeft. En in andere jaren, dan zou ik zeggen dat het goede voornemen voor volgend jaar zou moeten zijn om die wilskracht te trainen. En als je die eenmaal onder controle hebt, dan kun je het jaar daarop kun je alle goede voornemens nemen die je wilt. En dan heb je veel grotere kans dat ze ook daadwerkelijk uitkomen. Dat is het voordeel. Dankjewel, Johan. Nou, laten we even een paar punten van je verhaal successievelijk doornemen. Je begon met die reflexen, die mensen, die cues die mensen hebben in situaties, waardoor ze in bepaalde situaties automatisme ontwikkelen. Gaat dat dan niet helemaal onbewust?
voor een heel groot deel gaat dat onbewust. En wij leven een heel groot deel van de dag leven wij gewoon onbewust. En bepaalde cues, zoals ik zei, in onze omgeving, die starten bepaalde gedragspatronen op. Wat leidt tot een soort beloning. Eigenlijk zijn we geconditioneerd om die cues op te volgen en bepaald gedrag te vertonen. En dat gaat voor het grootste deel geheel onbewust. Ja, dus we ontwikkelen een aantal reflexen in situaties. Daar hebben we op die reflexen zelf hebben we geen directe invloed, want ze overkomen eigenlijk. Het onbewuste overkomt je eigenlijk. Exact. En daarbij is het ook nog zo dat er in allerlei situaties dingen heel voor de hand liggen, lijken om goed te doen. En dat je daar gewoon intrapt, terwijl dat misschien in die situatie specifiek helemaal niet zo heel goed is. Ja, dat is zeker zo. Ja, zoals ik al zei, ik zou zeggen dat de meeste routines of de meeste gedragingen die ook op deze manier werken, daar hebben we helemaal geen last van. Sterker nog, daar hebben we heel veel profijt van. Maar meestal gaat het goed. Meestal gaat het goed. Als we autorijden, dan gaat het heel erg goed. Meestal. Ja, meestal. Ja. Maar bijvoorbeeld wanneer het gaat om roken, om maar een voorbeeld te noemen, wat toch meestal in de sfeer van goede voornemens zit. Kijk, mensen roken natuurlijk op een bepaald moment is er een bepaalde nicotineverslaving ontstaan. Maar dat is lang niet het enige. We roken, ik rook niet, maar ik heb ooit wel gerookt. Maar mensen steken een sigaret op basis van bepaalde cues die ze in hun omgeving zien. En het kan een pakje sigaretten zijn, maar het kan ook een bepaald tijdstip zijn. Of het kan zijn dat je, het is pauze, dus de impulsieve reactie is, ik pak een sigaret, dat is belonend en dat bekrachtigt elkaar eigenlijk. Ja, dat overkomt je. Dat gaat helemaal vanzelf. Dat overkomt je. Ja. Dan hebben we ook nog verstand. En wat kunnen we nou met ons verstand doen op zo'n manier dat we beter met die cues omgaan? Of zijn we steeds het slachtoffer van onze eigen cues? We zijn, zolang je er niet van bewust bent, ben je slachtoffer van je eigen cues. Maar wat zijn ook die interventieprogramma's die erop gericht zijn om juist routines te doorbreken? Die zijn er juist op gericht om die cues te herkennen. Om je daar inderdaad van bewust te worden. Dat wil niet zeggen dat meteen lukt. Maar heel veel van die programma's zijn erop gericht om bijvoorbeeld te gaan inventariseren bij jezelf als je een bepaald gedrag vertoont waar je eigenlijk van af wilt, te veel koekjes eten. Wat zijn nou de cues die ervoor zorgen dat jij een koekje gaat eten? Of wat zijn nou de omstandigheden waarop jij een koekje gaat eten, wanneer jij een sigaret gaat eten of iets anders doet wat je wil roken? Een koekje gaat roken. Maar die programma's die zijn ook daarop gericht, stap 1, die cues herkennen. Dus leren naar jezelf kijken. Zo zou het kunnen. Een soort van zelfkennis. Ja. Van, ik ben iemand die in die situatie geneigd is tot dat weten van mezelf. Ja. Ja. En dan met die kennis, dan moet ik, wat moet ik dan vervolgens doen? Nou, vervolgens is het idee van dergelijke programma's om dan een andere routine in te bouwen. Dus bijvoorbeeld een cue zou kunnen zijn, ik voel me 's middags zo rond een uur of 4 begin ik me een beetje veel te voelen op mijn werk. Ja, kan gebeuren. En dan ga je naar de kantine en dan koop ik een Twix. Ja. En je wilt daar vanaf. Koop je nou die, dan is ten eerste te herkennen van bepaalde verveling. Daar zit, op een bepaald moment ben ik naar de kantine gegaan en heb ik een Twix gekocht. Ja. En dat levert een goed gevoel op. De volgende keer, verveling, de cue, roept op van ik ga een Twix halen. Want dat roept een beloning op. Ja. En dan is het dus de vraag om tussen die cue en die beloning een andere routine in te passen. En dat zou bijvoorbeeld gewoon simpelweg kunnen zijn een rondje gaan wandelen. Ja. Dit is eigenlijk in de... Maar dan plan je dus van tevoren dat je dan een rondje gaat wandelen. Of bijvoorbeeld een afspraak plannen om 4 uur. Een hele spannende afspraak, waar je allemaal andere dingen aan nodig. En dan plan je die later in de middag, zodat je dan niet in de verleiding komt op je chocolade. Dan kun je van tevoren die situatie naar de hand zetten. Ja, wat jij zegt, dat plannen, dat is ook een... Dat is iets waarmee je heel erg bewust een gedrag kunt koppelen aan een bepaalde cue. In de psychologie wordt dat implementatie intenties genoemd. Dus
als ik me verveeld voel, dan ga ik dus, if then, als ik me verveeld voel, dan ga ik een stukje wandelen. In plaats van een Twix aan. Ja, dat is één strategie waarin je met je verstand je kunt beïnvloeden door je in bepaalde situaties te brengen. Die andere strategie, die noemde je wilskracht. Ja. Dat vind ik wel interessant. Maar nou zagen we bij die kinderen zagen twee wilskrachtmodellen. De ene wilskrachtmodel is dat je het object waar je begeert zo dicht mogelijk bij je bent, als het ware fantaseert dat je het consumeert. Maar dat doe je net niet, maar dan breng je het al heel fijn dichtbij. Is dat goede wilskracht? Want een andere vorm is dat de andere kinderen deden, die gingen de andere kant op kijken. Dus ik zag er heel twee mooie, twee wilskrachtmodellen, zag ik terug. Ja. Welke is de beste? Ik weet niet, ik durf hier geen uitspraak te doen wat de beste is. Maar de eerste, als je in staat bent om in de buurt van dat object te blijven, wat je zo graag wilt, en het toch niet doet, dat is uiteindelijk de betere strategie. Want ik zou, kijk, wat gewoon simpelweg hetgene wat je wilt hebben, negeren. Er komen situaties waarin dat niet kan. Of waarin dat minder goed mogelijk is. En dan is het geen effectieve strategie. En dat eerste is een effectieve strategie, omdat dat op lange termijn, zou je veronderstellen, en blijkt ook uit onderzoek, wordt dat op zichzelf een soort automatisme. Dus ik haal die twist uit de automaat. Ik haal die twist uit de automaat. Ik leg die voor me op tafel 's middags om 4 uur. Ik ga er eens in te kijken, maar eet hem niet op. Maar dat is met de bedoeling om later geen behoefte aan Twix te krijgen. Nou, dat is een hele goede training om wilskracht te trainen. Nou, daar kunt u mee doen vanmiddag. Ja, maar dit is in de kern wat wilskracht is. Heel veel onderzoek de afgelopen 10 jaar ongeveer is tot de conclusie gekomen dat je wilskracht kunt zien, en deze metafoor wordt heel vaak gebruikt, als een soort spier. Dus op het moment dat jij veel wilskracht gebruikt, dan is het net als een spier die je heel sterk aanspant, ook op een volgende taak gaat het ten koste van de wilskracht die je aan die taak kunt oefenen. En je kunt het dus oefenen, je kunt het echt trainen. Maar is het dan bijvoorbeeld ook zo dat als je een goed voornemen maakt en vervolgens mislukt dat, en dat is meestal de goede voornemens, dan heb je dus eigenlijk wilskracht onttraind. Dan heb je jezelf minder wilskracht toegebracht en die wilskracht is bezweken, zeg maar. Dus het maken van goede voornemens en die vervolgens niet waarmaken, dat is eigenlijk precies wat je niet moet doen, want dan verslap je je wilskracht. Nou ja, verslappen, dat weet ik niet of ik het zo zou noemen. Ik denk dat het uitgangspunt al is dat iemand relatief weinig wilskracht heeft, blijkbaar. Nou, ik noem het de hele tijd wilskracht, maar we spreken liever over zelfregulatie in de psychologie. Maar laten we het gewoon wilskracht noemen. Maar dus mensen met weinig wilskracht, weinig zelfregulatie, die dus niet in staat zijn om dan dat te doen wat ze eigenlijk zouden moeten doen, maar voor die hele snelle instant gratification gaan. Bij die mensen zou ik zeggen van nou, je moet ten eerste iets aan je wilskracht gaan doen. En die wilskracht kun je dus trainen. Ja. Maar nou train je dus wilskracht en dan valt het je steeds veel gemakkelijker om van die chocola en zo af te blijven. Hè? Mm-hmm. Dan ben je dus een heel wilskrachtig iemand. Maar dan heb je dan niet spontaan een houding ontwikkeld van sober leven of zo. En kun je dan op een gegeven moment niet meer zeggen van nou, het is geen wilskracht meer. Want het kost je helemaal geen energie meer. Je doet het automatisch, spontaan, vanzelf. Dus je hebt geen wilskracht meer nodig. Die wilskracht die is zo sterk dat die overbodig is geworden. Ja. Zit daar niet iets paradoxaals in? Ik hoor de paradox, inderdaad. Ja. Tegelijkertijd is het zo, dat is zeker zo, op een bepaald moment dat je routines ontwikkeld hebt, wat in eerste instantie wilskracht kost, bijvoorbeeld je wilt gaan sporten, om een goed voorbeeld te noemen. Het is heel verleidelijk om lekker lui in de bank te blijven hangen. En het kost heel veel wilskracht om toch je kleren aan te trekken en naar buiten te gaan en een rondje te gaan hardlopen. Dat kost veel wilskracht, maar als je dat elke dag doet, of nou ja, om de dag, laat ik om mee te beginnen, dan natuurlijk, dan op een gegeven moment wordt dat een routine en vergt het niet elke keer weer wilskracht.
Nee. Om die routine op te starten. Nee. Zo werkt het. Ja, dus wilskracht wordt getraind totdat hij overbodig is. Dat is dan het. Dan komen er weer andere situaties waarin je weer een andere routine wilt opstarten. Dat is inderdaad, want je hoort ook wel eens de theorie dat mensen maar een beperkte hoeveelheid wilskracht hebben. Ja, ja. En dat aan het eind van de dag is je wilskracht een beetje. Met andere woorden, ik heb de hele dag hard gewerkt en heb ik allemaal wilskracht moeten mobiliseren en zo. Kom ik thuis. Moet ik ook nog gaan sporten. Ja. Fysiek ben ik gewoon prima in staat om die 10 kilometer nog te hollen. Ja. Maar mijn vat met wilskracht, is gewoon uitgerold. Ik ben gewoon leeg qua wilskracht. Is dat ook empirisch bevestigd? Ja, absoluut. Dat is precies die theorie over wilskracht als een spier. Die op een gegeven moment gewoon moe is. En omdat alle wilskracht opgebruikt is tijdens het werk bijvoorbeeld, is die s'avonds niet meer aanwezig. Ja. En dat is ook de reden bijvoorbeeld dat het in sommige huwelijken misloopt. Omdat er te veel wilskracht besteed wordt aan andere zaken. Ja. En er minder wilskracht of zelfregulatie overblijft om je te reguleren in bijvoorbeeld conflict situaties. Omdat dat moet je s'avonds gebeuren en dan ben je al te uitgeput van het werk. Dan kun je ook beter geen ruzie krijgen. Dus een relatietherapeutisch advies krijgt je er op de koop toe tussen de middag. Maar dat is mijn specialisme. Goed, dus beperkt van met wel. Goed, zaal. Vragen. Of allerlei routines, bijvoorbeeld zoals die Twix. Hè? Ik merk zelf dat mijn bloedsuikerspiegel rond een uur of half vier, 4 uur omlaag gaat. En dan heb ik dus iets nodig. Ja. Dus in die zin dat heel veel van die routines wel een reële basis hebben waarom je dat doet. Kijk, in dit specifieke geval zou het inderdaad, en dan is de beloning in feite het op peil brengen van de suiker. Ik ben geen voedingsdeskundige, maar ik kan me zo voorstellen dat een bepaald stuk fruit dat hetzelfde doet. En dan gaat het er uiteindelijk om, en dat moet een nieuwe routine worden. Fruit halen in de plaats van een Twix. Maar dat kost moeite, vooral in eerste instantie. Als je de Twix naast het fruit ziet liggen, ben je toch misschien eerder geneigd, want dat zal je automatische gedachte zijn. Ik ga voor de Twix, want dat doe ik altijd. En dat automatisme, die impuls, die moet je zien te doorbreken en dan toch voor het fruit gaan. Als je dat helemaal voldoende vaak hebt gedaan, dan wordt dat een nieuwe routine. Ja, dan heb je het dus over beloning, maar om het trainen van wilskracht zijn er ook bij kinderen opvoeden is dat belangrijk. Zijn er twee strategieën. De ene is straffen. Als je gezwicht bent voor een verleiding, krijg je tikkend vingers, gestraft. En de andere is positief belonen. Ja. Dat is dat je wanneer het gelukt is. Welk van de twee werkt nou het beste? Om je wilskracht te trainen. Dat is heel duidelijk. Positief bekrachten, dat werkt beter. Maar wel een strikte opvoeding. Dat blijkt uit heel veel onderzoek. De kinderen, dus die individuele verschillen van de kinderen die de marshmallow wel laten liggen of niet laten liggen. Dat heeft heel veel met opvoeding te maken. Je zou kunnen zien dat het is een soort trainingsveld. Je opvoeding kan een trainingsveld zijn om wilskracht te creëren. Kinderen die geen regels, geen grenzen krijgen, die kunnen altijd aan hun impulsen, zich altijd aan hun impulsen overgeven. En op het moment dat je iets niet mag, in feite is dat wilskrachttraining. Want je hebt een bepaalde impuls. En dat mag je niet doen. En vervolgens word je daar ook nog eens voor beloond als je het niet doet. En dat is een soort training van wilskracht. Ja, maar als je het niet mag, je gaat over de grens, dan word je toch in eerste instantie gestraft. Dus er moet wel een sanctiedreiging zijn van denk erom, daar zijn de grenzen. Zeker weten wat anders. Ja, natuurlijk. Ik wil ook niet zeggen dat je helemaal niet mogen straffen. Ja. Een kind op de gang is af en toe heel erg, werkt heel erg goed. Maar De afwezigheid van, dit is beter gezegd, de afwezigheid van positieve bekrachtiging is niet goed. Is heel negatief. Ja, mevrouw? Zijn er ook aanwijzingen dat er een cerebrale organische component mee speelt bij wilskracht? Ja, zeker. De neurowetenschappers die hebben een vrij goed idee inmiddels van
ja, hoe zelfregulatie of hoe wilskracht in de prefrontale cortex plaatsvindt. Dat we bijvoorbeeld ook, het is een gebied, de anterior cingulate cortex, de cingulate cortex. Dus een gebiedje wat ook dat conflict aan moet geven. Er moet eerst een soort alarm afgaan in het hoofd van, oh, ik doe dit, maar ik zou eigenlijk dat moeten doen. En dat zet weer allerlei processen in de prefrontale cortex in werking, die ervoor zorgt dat je die impulsen kunt onderdrukken. Dan zou je ook kunnen zeggen dat de ene persoon van nature dus ook wilskrachtiger is dan de ander. Ja, maar dat is ook zo. Ja, er zit buiten opvoeding, wat een hele belangrijke component is, zijn genen een heel belangrijke component. Ja, zeker. Maar dat heeft dus twee kanten. Aan de ene kant heb je een bepaalde erfelijke aanleg. Van de andere kant, en van de andere kant is het mogelijk door een opvoeding of doordat je op een bepaalde manier met jezelf omgaat, je ook weer afstand neemt van die lichamelijke aanleg en dat je die lichamelijke aanleg op een bepaalde manier vormt. Ja, net zoals je ook iemand, de een heeft meer aanleg om hard te lopen dan de ander, maar voor iedereen geldt dat als je hardloopspieren traint, dat je dan wat verder kunt komen. Ja, nu blijkt wel uit bijvoorbeeld onderzoek wat gedaan is naar trainingsprogramma's waarbij kinderen geleerd worden om hun impulsen te onderdrukken, dat dergelijke trainingen met name goed zijn inderdaad voor de kinderen die het in eerste instantie al weinig hebben. Dus kinderen met een grote wilskracht van zichzelf, met een grote genetische aanleg voor wilskracht, daar zie je weinig verbetering in wilskracht, maar juist de kinderen die het al niet hebben, die kun je trainen. Ja. Zal ik het even doen? Ja. Ik heb eigenlijk twee vragen. De eerste is, er stond in de NRC van aan het begin van dit jaar een heel artikel over het mislukken van goede voornemens. Daar stond eigenlijk bij van dat veel mensen meerdere goede voornemens per jaar maken. Voor het hele jaar en dat die allemaal fout gaan. Het pleidooi voor het nemen van één goed voornemen heb ik niet gezien. Zou dat nog eens kunnen zijn? De tweede vraag is: de algemeen geldende formule van Blauwe Maandag, die daar op het bord stond, waar drukt ze zich in uit? Ik dacht zelf aan hoeveelheid somberheid per tijdseenheid, of is het anders? Sorry, die tweede vraag die heb ik. De tweede vraag is: die algemeen geldende formule over Blauwe Maandag, waar die in uitgedrukt wordt? Dat stond er namelijk niet bij. Nee, maar daar moet je ook niet al te veel aandacht aan besteden. Nou, dat doe ik wel. Dat is een van de problemen bij die formule, om met de tweede vraag te beginnen. Dat het heel onduidelijk is, wat zijn de eenheden nou? En daar werd ook geen goed... Nee, maar ik dacht, de oplossing met immersie. Nee, want ik geloof helemaal niet in het fenomeen, dus ik ga er ook in. Maar goed, de eerste vraag blijft staan. Maar om de eerste vraag te beantwoorden, zeker, het is wel degelijk een van de tips zou misschien zijn om je te focussen op één klein en heel concreet voornemen. In de plaats van heel veel voornemens, waarbij dan zou je ook al die cues moeten herkennen en elke keer een nieuwe routines. En helemaal in lijn met het idee dat je maar een bepaalde beschikbaarheid aan wilskracht hebt. Wordt dat heel lastig. Maar als je op één heel concreet doel focust, en dat moet zo concreet mogelijk zijn, dus het moet bijvoorbeeld niet zijn, ik ga meer sporten, dat werkt niet, maar wat je wel kunt doen, ik ga elke dinsdag, als ik de kinderen naar school heb gebracht, en ik kom terug thuis, dan trek ik mijn hardloopspullen aan en ga ik hardlopen. Dat werkt veel beter dan een heel algemeen globaal doel. En hou het dan bij eentje, dan heb je redelijk kans van slagen. En het tijdje van voornemens maken, tijdstip van de vlak voordat je routines weer oppakt, of tijdstip in de zomer, wanneer sowieso het vakantie en zo dingen anders zijn. Ja. Is daar ook nog iets over te zeggen? Ja, nou ja, dat zei ik heel kort al tijdens mijn inleiding. 1 januari is eigenlijk een heel gek tijdstip, want je zit dan gewoon in alle routines van het jaar. Een veel beter tijdstip zou bijvoorbeeld zijn als het gaat, bijvoorbeeld roken. Al die cues die je dagelijks hebt om een sigaret op te steken, die heb je niet
of die vallen voor een heel groot deel weg op het moment dat je op vakantie gaat. Dus als je 3 weken op vakantie gaat, dat is het moment wanneer die cues allemaal afwezig zijn om te stoppen met roken. Dan kun je nieuwe gewoontes inbouwen, of ja, gewoon nieuwe handelingen aan heb je dan. Ja, en dan zijn de cues afwezig en dan stop je met roken. Ja. En dan kom je thuis en dan begint je wilskrachttraining pas echt. Dan begint je wilskrachttraining om daadwerkelijk ook te stoppen met roken. Maar stoppen met roken is misschien een specifiek voorbeeld, omdat na 3 weken ben je ook grotendeels van die nicotineverslaving af. Dus dat is, dat is daar heel voordelig. Ja. Achterin? Ja? Yes, I will spare you my attempts at Dutch, sorry, but you can answer in Dutch and in mind. For me, 2 little things that I thought about, there were 2 choices for the kids, according to you, but I thought some of the kids contemplated maybe a 3rd option, and that's to have a little bit of both. Some of them investigated, they felt the marshmallow, and some of them licked it, so you can't really and try to place it in such a way that they can't see that it has been eaten. So for me, there is maybe a little bit of both there. And the second part of my question is that isn't the will, or as you say, the will for attaining something that's beyond your desire, isn't that in itself also a desire? You know, the greater, there was a promise of a greater prize at the end, and isn't that also a desire? I'll answer in Dutch. Is that okay? Yeah, fine. Met betrekking tot de eerste vraag zou ik zeggen, ja, dat is een optie. Het is een 3rde optie om toch de marshmallow zo te ruiken, te proeven, maar niet helemaal voor de marshmallow te gaan. In de praktijk denk ik niet dat werkt. Eigenlijk is het half gedrag. Wat het doel van feitelijk van deze taak is om de marshmallow niet te eten en toch uiteindelijk de grotere uitkomst te krijgen, namelijk 2 marshmallows. Ik vergelijk het weer met roken. Uiteindelijk gaat het erom, je wil stoppen met roken. Je wil niet half stoppen met roken of je wil gaan sporten. Je wil niet misschien een beetje sporten, maar een beetje sporten, dat helpt meestal niet. Of zo af en toe een beetje gaan sporten. Ruiken aan een sigaret, en nou ja, je kunt je wel voorstellen, dat is niet wat er uiteindelijk voor zorgt dat mensen echt daadwerkelijk zullen stoppen. Of daadwerkelijk een bepaalde routine. Het onderzoek laat echt zien, je moet de ene routine vervangen door een andere routine. En dat is uiteindelijk volgens mij de kern van het succes van het goede voornemens daadwerkelijk in gang zetten. De tweede vraag, wat was die ook alweer? Over de wens. Dat, of het wensen dat je iets voor elkaar kunt krijgen, dat op een bepaalde manier ook een wens in zichzelf is. En ik zeg ook niet dat je helemaal los moet zijn van wensen, hoewel bijvoorbeeld wat heel populair tegenwoordig is mindfulness trainingen, die ook in feite meditatietrainingen, die in feite ook zeggen, of in feite is dat ook een wilskrachttraining. Voor mijzelf zie ik de kern van meditatie en mindfulness bijvoorbeeld is gewoon uiteindelijk het kunnen onderdrukken van bepaalde impulsen. En dat doe je bij meditatie bijvoorbeeld door de hele tijd terug te gaan naar je ademhaling. Terwijl het eigenlijk heel erg verleidelijk is om aan van alles en nog wat eraan te zitten denken. Maar elke keer weer terug naar die ademhaling, dat is wilskracht. Tegelijkertijd zegt die traditie heel erg, je moet niet van alles willen. Zodra je heel sterk iets wilt bereiken,
dan loop je tegen allerlei weerstaan aan. En dan kom je er heel snel achter dat je dat ook niet bereikt. En dat levert alleen maar een hoop ellende op. Dus eigenlijk moet je het loslaten. Je moet heel graag willen dat je niks wilt. Dat je niks wilt. En dat is een soort paradox van meditatie. Ja, inderdaad. Ja. Maar is het nou het onderdrukken, het wegduwen of het elimineren van de impuls? Het is in de eerste, en dan hebben we het weer over, wordt het uiteindelijk een automatisme zoals je in het begin al vroeg. In eerste instantie, dat is het proces over tijd, in eerste instantie is het onderdrukken van de impuls, maar het wordt een automatisme en een routine. Ja. We hebben nog ruimte voor één vraag, als jullie niet hebben gewicht. Ja. Het is onvoorstelbaar dat in het geval van deze kinderen weten ze wat hen te wachten staat. Een tweede marshmallow. Ja, maar stel nou dat je goed gedrag aan de dag moet leggen om gezond te blijven. En wat het dan gezond is. En een tweede vraag is de mate van verslaving niet ook van invloed op de mogelijkheid om te veranderen? Ja. Want in het onderzoek van bijvoorbeeld Moorman over rookverslaving blijkt dat mensen die heel sterk roken gewoon niet van dat roken af te brengen zijn. Ja. Ja, nou, wat gezond is, kijk, dat is heel... Twee marshmallows, dat is duidelijk, dat is niet gezond. Dus dit is ook alleen maar gewoon om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Maar het gaat dus eigenlijk om, je wilt een bepaalde beloning en dat is bijvoorbeeld, je fitter voelen. En alles wat daar aan bij kan dragen, dat zou ik zeggen, dat is gezond. Maar de imaginatie om dat je te kunnen voorstellen is veel abstracter dan de concrete twee marshmallows. Ja, maar daarom moet je, en dat is weer, ik gaf al een eerder antwoord op de vraag, het gaat erom om hele concrete voornemens te hebben. Dus je kunt je een beetje, als je gezonder wilt gaan leven, moet je een beetje, ten eerste een beetje vertiepen wat is gezond. En dan moet je vervolgens niet het doel of het goede voornemen maken, ik ga gezonder leven, maar ik ga... Op dinsdag ga ik sporten en elke dag eet ik één stuk fruit. Twee volgens mij, minimaal. Maar goed. Nou, duidelijk. Johan, het is toch bijzonder dat naar aanleiding van iets waarvan psychologen zeggen dat het van onzin is, dat we daar toch zoveel interessante dingen... Ik stel er het volgende voor. Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat 24 juli... de gelukkigste dag is voor mensen midden in de zorg. Ik stel voor dat het Zoeterbeek-programma daar dan weer een lunchpauze bijeenkomst over organiseert. Johan, bedankt voor je woord.